Blokje rood, blokje wit. 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 Lisa, alsjeblieft. En Bram, wat geluid af. Kunnen we eten dan? Ja. Hé, hey, hallo, moet ik alles in mijn eentje doen? Kun jij dan even de tafel dekken? En schatje, kun je heel even die rommel opruimen? Dit is geen rommel, dit is belangrijk. Ja. Ik moet morgen een zaal van 200 mensen uitleggen wat de agenda van Brabant inhoudt. En het moet ook nog kort en bondig en in gewone mensentaal. Als het wat zo moeilijk is. Het is heel ingewikkelde materie, jongen. Als ik het nou simpel uitleg, dek jij aan de tafel? Ja. Is je huiswerk af? De agenda van Brabant gaat over Noord-Brabant. Een fijne provincie waar mensen wonen, werken, naar school gaan, van hun vrije tijd genieten. Mensen zoals wij. En dat onder het toezicht oog van het provinciebestuur. Maar die maken zich wel een beetje zorgen. Ook Noord-Brabant heeft last van de crisis. Er is steeds meer vergrijzing. Er is concurrentie vanuit het binnen. En vanuit het buitenland. Hoe zorgen we ervoor dat de provincie ondanks deze problemen in 2020 niet zwakker, maar sterker is geworden? Ja, daar gaat de agenda over. We moeten ervoor zorgen dat mensen in Brabant willen blijven wonen. Dat ze niet vertrekken. Naar de buren. Naar de buren? Ja, naar het buitenland bijvoorbeeld. Of naar de Randstad. Vraag je, in welke provincie worden de meeste uitvindingen gedaan? De meeste patenten aangevraagd? Noord-Brabant. En hoe komt dat? Omdat er heel veel grote bedrijven, hogescholen en universiteiten zitten in bloeiende kenniseconomie. Maar de concurrentie is enorm. Daarom stimuleert de provincie deze kenniseconomie. Niet zozeer met geld, maar door opleidingen, organisaties, ondernemers bij elkaar te brengen. Nou, snap je? En in huis Organon, waar mama werkte. Organon is vertrokken. Hoho, maar de provincie heeft er wel voor gezorgd dat Organon de kennis blijft behouden en verder kan ontwikkelen in een life science campus. En zodat mama niet de hele dag thuis hoeft te zitten. Precies. We willen dat niemand werkloos thuis zit. Zolang we inzetten op kennis en samenwerken, kan iedereen aan de slag en kan er goed verdiend worden. Maar de agenda wil niet alleen dat de Brabanders goed opgeleid zijn en een fijne baan hebben. Brabant moet voor hen ook een prettige plek zijn om te wonen. Daarom willen we investeren in flora en fauna. En in nog meer cultuur dan we nu al hebben. Zakdoek, theedoek, vrolijke finishvlag. Forum Brabants, fantastisch van. Brabantse zangers, maar Brabantse poëzie. Brabantse jazz, in Brabantse cafés. Brabantse acteurs, in Brabantse films. Brabantse schrijvers, op Brabantse sneeuw. Brabantse rappers, en Brabantse strijkers. Brabantse bladers, op Brabantse plein. Brabantse kunst, en Brabantse koren. Brabantse designers, en Brabantse kloosters met hele nieuwe plannen. Brabantse vrouwen, Brabantse mannen. Blokje rood, blokje wit. Blokje rood, blokje wit. Als we dat voor elkaar krijgen en we investeren ook nog eens in een goed wegennet, want ook daar zet de agenda van Noord-Brabant zich op in, dan is de provincie niet alleen aantrekkelijk voor ons, maar ook voor mensen van buiten. Mensen die willen leren, die willen werken en die bij zichzelf denken, als ik wil wonen in een fijne omgeving, dan is Noord-Brabant dé plek waar ik moet zijn. Ja, dat is de agenda van Brabant. Ja, maar hoe weten jullie dit allemaal? Ja, de. Als wij laten groeien, hebben we ook een fijn huis, een leuke baan en een goed leven. Nou, zijn er nog vragen? Ja, wie dekt de tafel? Blokje rood, blokje wit. Blokje rood, blokje wit. Blokje rood, blokje wit. Kan je dit ook even voor me op papier zetten? Is al gebeurd. Blokje rood, blokje wit. Blokje rood, blokje wit. Agenda van Brabant, oké. Okay. Ziet er veelbelovend uit, hè, maar hoe ga je dit nu concreet maken? Hoe ga je dit nu vormgeven? Nou, in eerste instantie zorgt die agenda wel voor de broodnodige focus. We weten nu allemaal waar we naartoe moeten. Brabant als internationale topkennis- en innovatieregio. Ja, weer een hoop mooie woorden. 4 jaar geleden vertelden ze ons bij Organon zo'nzelfde verhaal, hè? Het is belangrijk dat je weet wat er moet gebeuren. Wat moet er veranderen? Daar gaat het om. Ja, nee, dat weten wij ook wel. De hele organisatie is aan het veranderen. Ja. Wij gaan echt anders werken. Hier, kijk maar.
De rol van de provincie is veranderd omdat we beseffen dat we projecten niet meer vanuit onze toren moeten bedenken, maar moeten samenwerken met partijen in de provincie. En de economische crisis maakt dat alleen nog maar belangrijker. We komen nu aan bij het Agro en Food Cluster Nieuw Prinsenland. Een duurzame gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied. Waarbij een nieuw bedrijfterrein wordt gemaakt in combinatie met een groot glastuinbouwgebied, aansluitend aan de bestaande suikerfabriek. De provincie wilde in eerste instantie een groot glastuinbouwcomplex realiseren, een economisch belangrijk complex. Dat was in eerste instantie bij Moerdijk gedacht, maar dat bleek bestuurlijk en politiek niet haalbaar. En toen is al heel snel bedacht dat we dat zouden kunnen aanlaten sluiten bij een initiatief van SuikerUnie die een bedrijfterrein had gepland bij haar suikerfabriek. De rol van de provincie is geweest om deze initiatieven daadwerkelijk bij elkaar te laten komen, het project planologisch mogelijk te maken en het proces te faciliteren. Ik denk dat de provincie het vroeger iets meer aangepakt had vanuit het provinciehuis zelf. Je wil een glasaanbouwproject, je gaat in de toren bedenken wat de beste locatie is en vervolgens ga je het opleggen als het ware. Deze keer is het veel meer vanuit een initiatief uit de markt gekomen en is aansluiting gezocht bij initiatiefnemers en is ook geprobeerd om meerdere doelen nog te bereiken met dit project. Dus te verbinden met belangen van anderen. Ja, er is hier de afgelopen jaren wel het nodige veranderd. Wij werkten altijd redelijk gespecialiseerd, verkokerd, ieder onderdeeltje voor zich. Waardoor het soms toch helemaal, ja, we met oplossingen kwamen die voor de buitenwereld niet altijd de beste misschien zijn. Ik had ook wel eens ideeën van hoe dat dan anders kon of hoe je dat kon doen. Ik kwam daar niet verder mee. En sinds we met de agenda van Brabant bezig zijn, kijken we daar echt heel anders naar. Om een voorbeeld te noemen, waren we bezig met de toekomst van de kloosters. Kloosterlingen komen op leeftijd en het zijn hele grote complexen die leeg komen te staan. Maar die kloosters zijn wel de identiteitsdragers van Brabant. Samen met nog een aantal hele andere bepalende grote complexen. Dus bijvoorbeeld ook de fabrieken in Brabant zijn ook heel kenmerkend. Landgoederen en onze verdedigingslinie. Maar die kloosters ook. Zonder de kloosters is Brabant niet wat het is. Nou, daar voerde ik gesprekken over. En eigenlijk konden we daar helemaal niet zo heel veel voor betekenen. En met de komst van de ideeën van de Agenda van Brabant zijn we eens verder gaan denken. Ook met de partners waarmee ik sprak. Misschien moeten we dit eigenlijk wel heel anders aanvliegen. Misschien moeten we veel meer kijken. Hoe kunnen we dit integraal oppakken? En misschien moeten we ook niet geld geven voor een boekje en restauraties. Maar misschien moeten we gewoon partner worden. En kunnen wij niet wat betekenen om daar wat ontwikkeling op gang te brengen? En samen met anderen te gaan kijken hoe we dit in de breedte kunnen oplossen. En daar zijn heel veel collega's hier intern voor nodig, maar ook een gemeente, een investeerder, creatieve architecten, kunstenaars, omwonenden, de eigenaar zelf die weggaat, dus de kloosterling. Allemaal hebben we daar een opgave en moet er een oplossing gezocht worden. Lekker koekje. Nou, wij zijn eigenlijk een tijdelijke partner in dit geheel. Wij doen mee om de tijd te overbruggen, om te komen tot een goede oplossing voor die bijzondere plekken van Brabant. Dus na een aantal jaren, als het loopt, dan willen wij ook ons weer terugtrekken. En dan is ook het idee dat we ons deel weer verkopen en het geld weer terugkomt. En dat kunnen we dan weer inzetten voor andere plekken. Je maakt een team met verschillende mensen uit verschillende directies, waardoor het project door de hele organisatie een rol gaat spelen. Er draagvlak voor ontstaat, erover wordt nagedacht. En op die manier kunnen alle belangen worden meegewogen, ook intern in het provinciehuis. Ik denk dat dat nu echt een bewustwording is dat het niet meer anders kan. Je hebt interdirectionele samenwerking nodig om zo'n project echt verder te brengen en om alle belangen goed behartigd te hebben. Het vraagt ook nogal wat van de medewerkers. Mensen moeten nu veel meer op eigen initiatief aan de slag. Ja, dat is wel belangrijk, hè. Ja. Dat kan lastig zijn voor sommigen, lijkt me. Ja, vast, maar het geeft ook meer ruimte en vrijheid. Ja. Bij het programma Landelijk Gebied werken ze al langer zo. En daar is iedereen hartstikke positief.
Maar het vraagt wel wat, ja. Ja, de nieuwe manier van werken vraagt wel om een beetje lef. Maar als je dat doet en merkt dat het resultaat oplevert, krijg ik daar in ieder geval heel veel energie van en durf dan ook de volgende stap wel te zetten. Nou, dat is best spannend, want je gaat met een provinciaal belang deur uit. Je praat met partijen in de provincie over een project. En dan kan het zijn dat je met een resultaat terugkomt wat niet meer helemaal aansluit bij het idee waar je mee de deur uit bent gegaan. En de kunst is dan om het in het provinciehuis weer te verkopen. Dat het wel belangrijk is dat we aansluiten bij die belangen van buiten. Omdat je zo alleen maar de projecten gerealiseerd krijgt. Ja, dat wordt nog een hele kluif voor het bestuur en het management. Ja. Als je van je mensen vraagt dat ze meer verantwoordelijkheid nemen, dan moet je ze als leidinggevende natuurlijk ook wel die ruimte geven. Ja, het begint natuurlijk al bij de opdrachtformulering. En we moeten dan heel concreet zijn, wat willen we nou precies gerealiseerd krijgen? In welk tijdsbestek? Welke partijen zijn relevant? Wat wil het bestuur? Waarvoor ga je nou eigenlijk aan de slag? En dan niet zomaar gaan rennen en denken van, nou, we weten het nou wel. Heel concreet aan de voorkant al met elkaar samen gaan zitten. Hallo. Dan moet je vervolgens als opdrachtgever zeggen, ik ga ruimte geven aan het team wat aan de slag gaat. En vervolgens betekent dat dus niet, je gooit het over de schutting en je zegt, we zien elkaar over een paar maanden wel weer terug. Nee, dan spreek je dus ook aan de voorkant af welke mijlpalen en welke momenten van eikpunten. En dat is dan niet ter controle, maar dat is om gaandeweg elkaar ook blijft scherp houden, blijft toetsen. Die manager moet iedere keer zichzelf de vraag stellen, waarom ben ik er eigenlijk? Ik ben er om ervoor te zorgen dat je team, je afdeling kan excelleren. En dat kan alleen maar als je een sfeer creëert, een veilige omgeving creëert, waarin iedereen alles durft te zeggen. En die medewerker, die moet, als hij die veilige omgeving aangeboden krijgt, die verantwoordelijkheid durven te nemen en het initiatief durven te nemen om daar iets mee te doen. En als hij dan zijn nek uitsteekt, dan moet daar op een hele goede manier mee omgegaan worden. En niet als jij één of twee keer dat doet en je wordt tot aan de enkels afgebrand, dan houdt het op. Heel snel ook dus. 2 jaar geleden stond ik op het punt om hier weg te gaan. Ik werkte hier een aantal jaren en het regionale en de taken, het publieke waar de provincie voor staat, de onderwerpen waar de provincie mee bezig zijn, daar voelde ik me helemaal in thuis. Alleen ik zat een beetje vast. Ik had het idee dat ik klaar was. Alle ideeën die ik nog had, kon ik hier niet kwijt. En nu met de nieuwe manier van werken heb ik daar alle ruimte weer voor gekregen en ben ik een heel nieuw pad ingeslagen. En daar voel ik me heel prima bij. En is er voor mij ook binnen de provincie nog een toekomst? Nou, ik zit goed op mijn plek binnen het provinciehuis. Het leuke is van deze baan dat het met ruimtelijke ordening te maken heeft en dus heel tastbaar en zichtbaar is. Maatschappelijk relevant ook. Extra leuk maakte dat ik heel veel buiten kom, dus heel veel met externe partijen te maken heb en andere belangen zie. Past ook heel goed bij mijn persoonlijke kracht als verbinder tussen binnen en buiten het provinciehuis. En tot slot is het leuke van dit project dat je vanaf het begin af aan betrokken bent en dus ook nog wat te kneden hebt. Weet je, maar toch is dit hele verhaal wel wat eenzijdig, vind je niet? Hoezo? Nou, gewoon heel erg vanuit de provincie zelf bedacht. Ik zou wel eens benieuwd zijn nu naar de andere kant van het verhaal. Hoe zien mensen buiten de provincie het? Hoe kijken zij dat tegenaan? Nou, kan ik je zo laten zien. Hier. Ik moet zeggen dat tot 2 jaar geleden, toen dat in de vergadering verteld werd door de gedeputeerde, dat me dat trof, heel aangenaam trof, moet ik zeggen. We moeten op een of andere manier van alles wat we geïnvesteerd hebben in het pand, daar moeten we weer ook het nodige uithalen voor onze oude dagsvoorziening. En dan heb je de keuze, zoals de broeders hier gedaan hebben, om het te verkopen aan de meest biedende. Daarmee is het dan ook eigenlijk voor de gemeenschap verloren waarschijnlijk. Of dat je daarmee in zee gaat met dat idee en zegt, ja, we vinden het eigenlijk ook best belangrijk dat iets van die uitstraling die dat gebouw vanaf 1801 hier heeft, dat die ook de toekomst mee ingedragen wordt. Ja, op het moment dat we hier. Je merkt natuurlijk dat voor de ambtenaar ook niet zo erg duidelijk is nog van wat er allemaal bij komt kijken. Dus zijn we getuige geweest van een heel worstelproces van hoe kunnen we dat met elkaar op een goede manier aanpakken.
waar ik het meeste last van heb, dat is dat het toch allemaal nogal lang duurt. En dat het ook op zich nog niet zo eenvoudig is om goed kijk te krijgen op wat nu de mogelijkheden zijn en wat de onmogelijkheden zijn. De samenwerking met de provincie, misschien in het speciaal met Ronald, is bijzonder goed verlopen. Natuurlijk is het zo dat je in de provincie met veel partijen te maken hebt, met veel afdelingen te maken hebt. En dat het daarom ook af en toe wel eens een keer tegenvalt dat niet iedereen dezelfde opstelling heeft. Maar over het algemeen verliep die zeer goed. Ik denk dat samenwerking in een gebiedsontwikkeling thuis hoort, dat dat noodzakelijk is. Dat je niet kunt verwachten dat je dingen helemaal in je eentje voor elkaar kunt krijgen. Ik denk wel dat het zo is dat als je als bedrijf überhaupt, dat iedere afdeling, iedere partij beweegt, dat het uiteindelijk ook wel zo is dat je ja, in feite de kansen op je af ziet komen, dat je van die kansen gebruik kunt maken. Vaak is het zo dat als je er dan van afstand naar kunt kijken, als je die rust ook neemt om er van afstand naar te kijken, dat de resultaten eigenlijk ja, een enorme kans betekenen. En dan denk ik dat voor dit project dat we een enorme kans gekregen hebben om heel veel te gaan realiseren. Aha! Spannend film te kijken zeker. Hé hey pap, weet je wat jullie er ook moeten doen bij de provincie? De tent wat opfrissen. Laatst viel me weer op. Wat een suffe sfeer zeg. Ja, dat gaat veranderen hoor. Er komt een grote verbouwing waardoor we ook anders kunnen werken. Ja? Wij gaan tijd en plaats onafhankelijk werken. Ja. Komt goed, kijk maar. Ja. Maar ik ben naar Lucas. Tot straks, hè? Oh. Oh, oh, hey. Niet te laat thuis, hè? Nee, nee. Nou, laat eens kijken. Oh. Nou, dat ziet er goed uit. Hm? Mooi. Ja, dat geloof ik wel, ja. Dat ook zal gaan helpen. Dat mensen toch stimuleert om anders te gaan werken. Dat denk ik wel. Hé, hey, maar betekent dat intranet straks ook dat jij in de toekomst meer vanuit huis kunt gaan werken? Ha ha ha!